Bob Peters wil Anderlecht bekampen in zijn vertrouwde 4-3-3. Er is een centrale rol op het middenveld weggelegd voor Oleg Jachtjouk. Op de linkerflank speelt Christophe Dane. Van 1-0 zit op de bank. Ariel Jacobs kiest voor 10 verschillende nationaliteiten in de basiself van Anderlecht. De Belgen zijn Proto Indou en man in vorm Guillaume Gillet. Een Bokani speelt klaargeraakt en start ook. De scheidsrechter in cerkelen Anderlecht is Peter Vervecke. De derde minuut is nog maar net ingegaan. Het is al de tweede vrije trap die cerkelen daar versiert. En die bal blijft hangen. Er zat misschien wel meer in die mogelijkheid. Panovic heeft zin in de actie nu en Bokani. Nou, maakt zich sterk en krijgt overtreding mee. En Bokani is heel moeilijk van de bal te zetten. Er zijn 17 minuten gespeeld en Christen zet zich achter de bal voor de vrije trap. Nou, wil door of langs de muur. Vitokele is nu taf van Christen. Nog Vitokele en dan is er Juhas. Neto. Klem vast, Proto. Misschien was dat wel nodig. Vitokele, vinnig baas en dan Hens van Juhas. Nou, al een paar overtredingen van Juhas en nu een duidelijke hensbal. Zonder pardon geel. En dan mist hij de volgende match tegen STVV. Dane. Dat is een hele goede combinatie met Oleg Jachtjouk. Vitokele, ook slim. Maar dan is er Safari die moet uitkijken. Dane, de kans van Cerkelen om op voorsprong te klimmen. Zo'n 5 minuten voor het half uur. Het begon allemaal bij Dane en Jachtjouk. Hele goede combinatie. En dan was er Vitokele. Safari die kon steunen. Maar bijna Dane die kon afwerken. Vasilevski inspelen op Jovanovic. Centraal nu. En Neto. Heel veel nuttig werk. Maar daar is hij ook de bal kwijt. En weer Jovanovic. Dan gaat hij heel ostentatief liggen. Natrappen Jovanovic. Vlak voor de neus van Vervecke. Wat doet hij ermee? Cornelis vliegt daar ook neer. Vervecke net niet belaagd. Vasilevski erbij. Geel voor Cornelis en geel voor Vasilevski. En Jovanovic dan. Jovanovic moet komen. Rood voor Jovanovic. 10 minuten voor de rust. Ik kan er toch moeilijk iets op zeggen. Een echte trap is het niet. Maar hij moet zijn voet daar laag houden. Slordig van Mbokani. Misverstand met Klesten. Neto wil meegeven met Vitokele. De kans voor Vitokele in het zijnet. Dat allemaal zo'n 5 minuten voor de rust. Jovanovic is voor die tweede helft doodleuk op de bank gaan plaatsnemen. En natuurlijk mag dat niet. Jovanovic mag niet aan het begin van die tweede helft gewoon mee op de bank gaan zitten. Niet dat hij het al vaak meegemaakt heeft, zo'n rode kaart onder zijn neus. Maar dan zal het toch elders moeten uitzweten in de tribunes. Restan zet zijn lichaam, Dane wel. En Vitokele die nooit afgeeft. Vitokele, Rudy, Dane. Het is Proto met de redding. Spectaculair. Er zijn 5 minuten gespeeld in de tweede helft. Maricek met de vrije trap. Maar verbiest met één vuist. Suarez met Rudy in zijn buurt. Nog Suarez. Naar het hoofd van Juhas. Het was niet echt ongevaarlijk. Evers toch nog eens proberen met die inworp. Neto. Het eerste kwartier in die tweede helft. Weinig gezien van Cerkelen. Centraal is daar Gillet. Gillet. Nog altijd Gillet. Suarez ook. Nou, het is een prikje van Anderlecht. 20 minuten voor het einde. Vasilevski inspelen bij Maricek, die veel ruimte krijgt. Maricek. Nou, geen problemen voor Verbist. Nou, wel opvallend hoeveel ruimte Maricek daar kreeg en vond. Nou, Mbokani gleed vooral weg. En Reis krijgt een gele kaart. Misschien is het nu wat streng.
Bob Peters wil meer dan gewoon een gelijkspel. Rudy. Neto. En dan de makkelijke recuperatie bij Anderlecht, maar dan weer inleveren. Rudy. Komt zijn moment nog of dat van Oleg Jarchuk misschien? Jarchuk. Ola, dat scheelde niet veel. Centimeters. Op de linkerflank gaan voetballen Jarchuk. Nadat Van Eno er was ingekomen. En rechts of links maakt hem niet uit. Geen winnaar voorlopig in de topper. We gaan nog eens live naar Brugge, naar Wouter Laarmans. U komt erin bij de herhaling van het enige doelpunt van de partij. En het is toch wel voor Cercle. Het is uiteindelijk toch gelukt in een hele prangende slotfase. Die tweede helft, er was van alles te beleven. Cercle geduldig op zoek naar die ene goal. Maar het was een hele moeilijke zoektocht. Kijk naar Anderlecht nog. Kouyaté ging nog even neer. De laatste minuut van blessuretijd is intussen bezig. Maar het feest is al ingezet hier. Cercle gaat 3 punten pakken tegen Anderlecht. Dat zijn tweede seizoensnederlaag gaat leiden dankzij die goal van Rudy. Bob Peters heeft die feest al ingezet. En zeker kijken naar die samenvatting in Stadion Laat nog. Voor het laatste kwartier van deze match. Het was de goede actie van Neto. In blessuretijd die de goal van Rudy inleidde. En dan maakte hij het verschil. Het zat er niet echt meer aan te komen eerlijk gezegd, maar het is wel gebeurd. En al deze laatste seconden van deze match zijn pure euforie. Meer dan 20.000 mensen, 20.643 om precies te zijn, zijn hier aanwezig. En dat is een record voor de affiche Cercle Anderlecht. En ze waren allemaal klaar voor de grote feest. Wel, de feest die zit er hier aan te komen. Afgefloten wordt er nog niet, maar de hele bank van Cercle staat wel rechtop. Dat ziet u daar in beeld. Iedereen wil dat er nu wordt afgefloten. Bob Peters gebaard. Horloge kijken, Vervecke. Maar Proto trapt nog 1 keer. Vervecke fluit nu af. U hebt het meegemaakt. Cercle klopt Anderlecht met 1-0.